Sven, het eindigt in de kwartfinale voor A-Gent. Goede eerste helft, denk ik. Op voorsprong gekomen ook. Maar dan in de tweede helft overpowered. Mag ik het zo samenvatten? Mag je zeker zo samenvatten. Ik denk inderdaad, de eerste helft was goed. Ik denk dat misschien soms wat schoonheidsfoutjes waren aan de bal. Dat we misschien net wat rustiger konden zijn. Dat er misschien wel wat meer mogelijkheden waren. Maar oké, op zich was dat een goede eerste helft. Ze hebben we weinig weggegeven. En komen op voorsprong. Het is alleen jammer dat je die niet tot aan de rust kan behouden. Ik denk dat ze eigenlijk geen enkele grote kans hebben gecreëerd. En dan maken ze op een stilstaande fase toch die gelijkmaker. Ik denk dat dat hun wel een boost geeft in het begin van de tweede helft. En dat hebben we wel gevoeld. Ik denk dat inderdaad dat ze dan veel scherper waren als ons. Ik denk dat we de eerste 10 minuten de bal niet uit onze 16 hebben gekregen. En dan weet je dat ze blijven drukken en dat het moeilijk is. Alleen de tegendoelpunten is voor ons een beetje zuur dat het zo valt. Voor de 0-1 van Hugo was er ook al een grote kans, hè, op voorzet van jou. Ja, dat had eigenlijk bijna een doelpunt moeten zijn. Ja, oké. Ik weet niet of dat gift hem nog lichtjes aanraakt en daardoor dat Hugo eigenlijk ook verrast is dat die bal doorschiet. Inderdaad, daar hadden we kunnen scoren. Ik zeg het, als je de eerste helft 0-1 aan de rust voorstaat, dan denk ik dat ze het heel moeilijk hebben de tweede helft. En het is een beetje jammer voor ons dat het dan toch 1-1 wordt. Hoe was het op middenveld tegen mannen als Rice, Paqueta? Ja, dat zijn serieuze spelers natuurlijk. Ja, dat is allemaal power. Dat is allemaal power. Suchek, een drie koppen groter dan ik. Het is allemaal heel veel power. En dat zag je ook, denk ik, tweede helft. Dat ze ons een beetje achteruit hebben geduwd in de eerste 15 minuten van de tweede helft. En dat we dan te weinig grip hadden op de wedstrijd. Hoe blik je nu terug op deze campagne? Het is mooi geweest wel, hè? Kwartfinales. Ja, absoluut. Ik denk dat het inderdaad heel mooi is geweest. We hebben een mooi parcours afgelegd in de groepfase en ook daarna toch. Ik denk dat we een zware loting hadden, dat we dat wisten. En ik denk dat we misschien in de eerste wedstrijd bij ons thuis net wat meer marge hadden kunnen inbouwen om naar hier te komen. Ik denk dat we dat ook verdienden, de eerste wedstrijd. En dat ons misschien wat makkelijker gemaakt vandaag, maar dat was niet het geval. Raak je fit en klaar voor zondag? Want je kreeg er nog een flinke trap van Suchek. Ja, klopt. Ik hoop het. We zullen het morgen zien, maar ik hoop wel er wel te staan. Veel succes zondag. Dank je wel.